Jaarlijks krijgen 100.000 mensen te maken met seksueel geweld. En het is natuurlijk vreselijk als dat je overkomt. Een gevoel van schaamte, niet weten wat je moet doen. En wat is het fijn dat er dan een centrum voor seksueel geweld is, waar professionals zitten op het gebied van zorg, maar ook van forensisch onderzoek, die over je ontfermen en weten wat er nodig is om een stap verder te komen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat slachtoffers van seksueel geweld zich ergens kunnen begeven waar ze op een veilige manier hulp krijgen, er oor is voor hun verhaal en ook niet alleen de arts, maar ook de psycholoog en de politieagent samen zich over dat slachtoffer kunnen ontfermen. Al die verschillende disciplines die werken met elkaar samen. Vroeger was dat versnipperd en dan moesten mensen het zelf een beetje uitzoeken. Nu werken al die professionals zoveel mogelijk samen op één plek. Ondertussen is de meldingsbereidheid nog altijd schuchter. Die zou veel beter kunnen zijn. Dat betekent dat we mensen moeten helpen door duidelijk te maken waar die centra voor seksueel geweld zijn. Daar is een campagne voor nodig. Maar ook daarnaast door mensen het gevoel te geven dat ze zonder enige drempel in vertrouwen met hun verhaal en hun problemen terecht kunnen. Via het nummer 0800 0188 krijg je toegang tot het Centrum Seksueel Geweld. Wij bieden dus zorg en onderzoek om te voorkomen dat mensen problemen krijgen later. En om ervoor te zorgen dat sporen zo goed mogelijk worden veiliggesteld. Ik vind het echt heel erg belangrijk dat we seksueel geweld bestrijden. Dat we slachtoffers helpen en dat we ervoor zorgen dat ze nooit meer zo'n ervaring oplopen. Daar zijn die centra voor seksueel geweld een heel belangrijke goede stap in. En we hebben gehoord dat de financiering voor de komende jaren in ieder geval weer goed op de rit staat. En ik ben echt onder indruk van het werk wat hier door professionals wordt gedaan om deze slachtoffers op te vangen.